Hey, no, 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 no. Bring the beat back. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Hey, Macarena. Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter. Hey. Bitches on my dick, tell them give me 1 minute. Hey, Macarena. Hey. Step on up to this. Step, step on up to this. I don't mind if you get at me. It's okay to get nasty. Just the way that you lie. You say I'm sexy. So bad they should arrest me. You can't forgive me. Gave you the time of your life. What you need. Every day is payday. Swipe my card, then I do it late night. You're talking to a late date. I want a Kanye, yeah, not a Ray J. So that's a no-no. I'ma make back and use a Volvo. This convo beat like Dre, ay, I already know what you're trying to say. Say that you a baller, and I see you trying to holler about the name of a rider. Next, looking for the money, cause it's what my mama taught me. So your ass better show me some respect. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that crown for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah. It's a cold and crazy world that's raging outside. But baby, me and all my girls are bringing on the fire. Show a little leg. Gotta shimmy your chest. It's a life, it's a style, it's a need, it's burlesque. Maar daarover zitten, pakken, strooien, de glazen mogen jullie gebruiken, maar ook niet de zuurstof afsluiten. Dus dat mogen jullie allemaal niet gebruiken. Jullie mogen gebruiken azijn, bakpoeder en de beker mag al dan niet. En de kaars moet uit zonder dat jullie daar zelf ook op mogen blazen. Is het duidelijk? Ja. Oké. Okay. Ja. Druk laten toenemen. En dan... Het lijkt me wel iets voor wetenschappers. Ja, dat is wel raar. Als dat met een bakpoeder gaat de CO2 een gasvormingsreactie veroorzaken. Dat is mijn logica. Wetenschappers niet zo laag. En wie heeft dat uitgevonden? Ja, tegen hem. Dat weet hem niet, hè. Een hele minuut, de man is geschiedenis. Wie heeft dat uitgevonden? Wie heeft dat uitgevonden? Dat is geschiedenis. Dat is niet mijn Nee, alles moet verklaard worden, hè. Jezus kan ook iets zeggen. God en zo heeft ook iets gedaan. Ja. Alleen denk ik niet dat het bakpoeier is. Het is juist de bakpoeier is. Vanillesuiker of zo. Is dat vanille? Ik kan niet. Dat is bakpoeier. Ja, het begint. De druk begint toe te nemen. Ja, en dan krijg je dus gasvorming. Dus hier komt nu druk op. Ja, als we dan nu zo beet
en komt daar. Ja, maar zo moet je dat kaasje pakken. Ja, want ja, dat brandt niet, hè? Ja. Nee. Dat zal ik kunnen. Maar dan is er iets op het. Of bijna uit. Probeer. Ja. Wacht, hè. Dat, maar denk, nee, dat gaat toch niet gaan, hè? Dat gaat keihard gaan. Woehoe! Zie je? Echt? Amai! Woehoe! Allee, maar jullie wisten dat direct. Beste vrienden, nu mogen jullie zelf, jullie team logica en team oriëntatie, mogen nu een van de twee experimenten kiezen dat ze zelf moeten uitvoeren. Bij deze proef moet je het water in het flesje in het glas krijgen zonder het op te tillen en je mocht het rietje gebruiken. En je mocht niks in elkaar overgieten ofzo en je mocht ook niet zelf drinken en uitspugen. Bij deze proef moet het water in het glas worden gebracht en dan moet je het glas kunnen omdraaien zonder dat het water eruit valt. Dat zijn de twee experimentenproeven die jullie moeten uitvoeren en jullie mogen nu zelf kiezen welke groep welke gaat uitvoeren. Oké, jij doet wel het... Dus dat is met het bad erop en dan moet je gewoon... Dus die logica, die oriëntatie, welke proef willen jullie uitvoeren? Het was helemaal vol, hè? Ik voel vol, hè. En dan, ja, dat is in feite... En daar is het zaak, denk ik, in dat deel. Zo doen? Nee, je mag niks op even bij die proef. Behalve het rietje. Behalve het rietje. Maar die met dat papier, dat is volgens mij dat mijn kinderen is. Zo is het dus zo'n experiment. Oké, dus, alweer, dat is bij deze proef. Ik doe altijd de precedenties. Ik wij kunnen die ook, maar dat is gewoon vullen erop en draaien. Kunnen jullie ook eens niet overleggen? Is het helemaal niet logica meer? Hè? Ja, dat is logica. Dat is populariteit, dat is populariteit hier. Jullie zijn toch wetenschappelijker? Nee, wij zijn ook wetenschappelijker, maar op een andere manier. Want toon je elke aanvraag. Oké, jongens, geef een antwoord nodig in 3, 2, 1. Ja, bij deze. Goed gekozen. Dat is helemaal vol. Ja, nou plak dat erop en dan kunnen we dat omdraaien. Nee, dat is helemaal vol. Dat moet helemaal vol. Totaal niet helemaal vol. Dat is een vacuüm. Dat is een vacuüm. Dat weet je niet eens teken. Nee, dat is niet vol. Ik wil het proberen. Snel mogen, moet je snel uit doen. Ineens. Kijk het. Ja! Ja! Een velblazen of zo, dat ook. Dat ging niet. Je hebt een halve minuut. Wat zeg je dan nu? Zie, toch boven zuigt. Dat is wel de juiste manier eigenlijk. We mogen niet zuigen. Een halve minuut moet heel fijn leeg zijn. Je mag niet zuigen. Je mag wel zuigen. Je mag ook blazen. Maar als je dat, en als je dat beker maar blazen, dan krijgen we dat toch niet in het flesje. Zeker wel. We mogen dat niet optillen. Nee. Zeg maar, kunnen niet... Je mocht wel blazen en je mocht wel zuigen. Zeg, je moet het ietsje langer maken, hè? Ja. En dan zuigen en dan naar beneden en dat naar beneden doen. Dat weet ik, maar je moet ze niet in elkaar krijgen. Je hebt ook niet bij alle drie de rietjes nodig. Ik ga wel elkaar. Ja, maar als iets dat erin zit, dan gaat het langer maken. Ik doe meer zo wat. Je doet dit nog. Je moet druk gebruiken. Eventueel, als je dat dan zo doet, dan... Als je dan hier met dat dingetje een bocht maakt en je steekt dat in dat water, dan loopt dat leeg. Dat is ook communiceren. We moeten hier opblazen, maar dat gaat niet echt gewoon naar broodgewas. Mag ik even? Kunnen jullie even blazen, maar dat kan niet lukken. Nee, het is nog niet volledig waterdicht. Dat werkt niet. Hoe werkt communicerende vaten? Ja, dat moet je lager dan staan. Zoals dat je dingen maakt, dan zo met je negen. Je moet zuiger en dan te beginnen. Je moet druk, maar normaal gaat dat veel makkelijker als je druk gebruikt. Druk. Maar lekker juist bezig. Maar blazen is dan. Dat mag je niet, want de beker moet lager dan. Ja, maar je mag niks optillen, behalve een rietje. Zeg, je moet wel van onze kant staan, hè. Dit doet niks. Je kunt ook aan de tijd van de tijdjes doen, hè. Ja, ja, dat is waar. Maar misschien moeten we het niet eens voor zeggen. Ja, inderdaad. Nog 20 seconden. Maar dat zijn trouwen. Dat mag zich totaal niet. 10 seconden! Ja. Je zit dat hier op de prut. Ik had gewoon moeten voortdoen. Ik was zo schaak. Nee. Ja,
te laat. Eén, stop. Metaal die gaat sublimeren, dus we krijgen daar een planeet die zeer rijk is aan metaal. Mercurius, dat is Mercurius. Iets verder krijgen we dan planeten die aan silicaten zijn gemaakt. Dat zijn er drie, de aarde hoort daarbij en daar rond hebben we dan het vlakke maak van 8 meter. Venus, Aarde en Mars, dus we krijgen hier dan Venus, Aarde en Mars. Dan krijg je hier een belangrijke grens, de vorstgrens. En voorbij de vorstgrens zijn er dan de grote planeten. Dat zijn eerst twee grote gasreuzen en dan twee grote reuzen die zo hard afgekoeld zijn dat ze ijsreuzen zijn. En dat zijn dan Mercurius, Venus, Aarde, Mars van 8 meter stof, Japanse stof, Pyjama, Jupiter, Saturnus. Nieuw dier. Uranus, Neptunus en dan Pluto hoort ondertussen niet meer bij de planeet. Zo, dat zijn de planeten van ons zonnestelsel. Dus de naamvallen. Die kennen jullie wel. Je hebt er in het Duits hier. Je hebt het nominatief, de accusatief, en dan nog de genitief. Zoals jullie weten, de nominatief dat is die, en de accusatief. Ja, ik heb het niet.
Jij weet dat het niet mag. Wat kijk je? Soms kost het een prijsje. Dus ik neem hem mee op reisje. Oh. Ah, dus jij bent dat dier dat zwemt in de zee met kieuwen en vinnen? Nee, dat is een vis. Ik ben verliefd op iemand die 15 jaar jonger is. Nee, dat is een vis. En ik ben smoorverliefd op iemand die 15 jaar ouder is. Ergens loopt hij rond. Misschien wel dichterbij dan je denkt. Het wordt tijd elkaar te ontmoeten. Iemand wacht op jou. Partnership. Vind de partner die echt bij je past. Jij, die elke dag het beste uit de lessen wil halen. Jij, die altijd de mooiste filmpjes wil laten zien. Jij, die nog nooit gehoord van Scherm Mega? Het scherm van de toekomst. Met een design om u tegen te zeggen. Een beeldkwaliteit om van omver te vallen. En dat met een fantastische prijs. Projectiescherm Mega. Koop hem nu. En speciaal voor u garanderen wij de hoogste garantie voor de laagste prijs.
Hola, stem. Dat klopt niet hoor. Er zat een foutje in je tekst. Oh ja, excuseer. Voor u garanderen wij de hoogste prijs tegen de laagste garantie. Mediamarkt, ik ben toch niet gek? Maar we weten precies wat we moeten doen met azijn en citroen. Met citroen en azijn. Sappen, 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 stroppen en hopen dat het lukt. Verrast, je moet niet meer overdrijven. Alles wat je nodig hebt is DAG Ultra Uniform met extra blikverwijderaar. Voorbehouden voor uniformkleren en niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. Remember those crying students we talked about? Why don't we take a look at them? Slaap, kindje, slaap. Daar bij de loopt een schaap. Een schaap werd witte. Zetten jullie de camera's aan? Oh no, God! No, God, please, no! 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 Hier is een continue functie getekend en ook een niet-continue functie. We gaan eerst kijken naar een continue functie. Continue betekent f van x, f van a neemt van f van x naar x naar a. Nu met f van derde dat formulier voor me geven. Die continu is hier niet-continu. Ja? Hier heb je een sprong, dus niet-continu. Op de andere foto heb je een continue functie. Wat betekent dat nu, continu? We gaan eerst kijken naar een continu gedeelte. Ja? Als je interval neemt rond f van x. Ja? Dus f van a is gegeven, betekent een interval. We noemen dat interval b. Hier ligt een interval b. Daphne, kan jij even uitleggen hoe je aan het antwoord op vraag B komt? A few moments later. Volgende week doen we hier test over. Ik heb nog enkele vragen. Ik heb dit weekend al de leerstof al eens even bekeken. En zoals elke week heb ik een lijstje gemaakt met al mijn vragen op. Dus ik hoop dat het oké is dat ik die even overloop. Oh, hell no! Oké, dus mijn eerste vraagje is, moeten wij het titeltje 1.3 kennen? Want dat wordt precies niet vermeld op de PowerPoint. Dan, wanneer gaan wij een test doen? Omdat het toch wel redelijk veel leerstof lijkt en ik wil dat al goed op voorhand kunnen inplannen. Oh my god! En dan zou u misschien nu of op het einde van de les even naar pagina 51 willen gaan. Want er waren nog enkele woorden die ik niet helemaal begreep. En misschien kan u die dan even verduidelijken. En tenslotte... Shut up! Vroeg ik mij af waar dat ik extra oefeningen kan vinden. Want op Smart School vind ik niet direct iets. Dus ja, dat waren al mijn vragen. Finally! Ja, eigenlijk... zeg maar. Nee, zeg jij maar. Nee, maar doe maar, ze maakt niet uit. Nee, maar... Zeg jij maar gewoon. Nee, maar doe maar. Dat is echt nerig. Oh, godverdomme, hè. Maar allee, daar recht naast. Ja, het is sowieso aan het cheaten, hè. Wat? Wat, mevrouw? Op pauze zitten? Dat is een online Weet je wat? Laat maar, ik heb al geen zin meer om te spelen. Ja, lifeless.
like to eat Pringles, Pringles, Pringles. I would like to eat Pringles all the day long. Oh shit, not good. Wait, what? But wait! There's more! Is it done? Basil! Basil! Damn! Julie, wat is het antwoord op vraag B? You liar! Jeez, man, mol. Het is wel moeilijk natuurlijk om nu na zo'n twee ploegjes al een inschatting te maken. Maar ik zal gaan voor mevrouw de Klerk. En bent u de mol? Misschien. Wie is uw mol? Meneer Bels. Oké, okay, uw keuze. En bent u de mol? Nee. Okay. Dank u wel. Wie is uw mol? Ik, mevrouw Klaas is de mol. Mevrouw Klaas. Zij probeert mensen tegen elkaar op te zetten. Ah ja. Goeie tactiek, ja. En bent u de mol? Nee, ik ben de mol niet. Oké, dank u. Wie is uw mol? Ik denk meneer Bas. Meneer Bas, ja. Hij is altijd zo goed in wetenschappen. Nu heeft hij me echt teleurgesteld. Oei, pijnlijk. Ja. En bent u de mol? Wie zal dat zeggen? Uw mol. Ik denk meneer Bas, Stefan Bas. Ja. Ja, die heeft wetenschappen en die komt echt niks van dat proefje, dus ik vind dat heel raar. Allee, dat is denk ik toch opgemerkt. En met u zelf de mol? Misschien? Nee. Wie denkt u dat de mol is? Ik denk mevrouw de Klerk, ja? Omdat het proefje dat niet lukte en dat vind ik ongeloofwaardig. Ja, en met u zelf de mol? Nee. Ik ben niet een mol. Wie is uw mol? Ik denk mevrouw de Klerk, want die was in het begin zo aan het confuseren. En die daar straks met dat water en capillariteit, dat moet hij eigenlijk wel kunnen. En bent u zelf de mol? Nee. Wie is uw mol? Mijn mol is Tony Post. En bent u zelf de mol? Ik ben zelf de mol. De aflevering zit erop. Mol treedt naar voren. Sorry collega. Ik ben nog mevrouw Hendricks, u hebt zeer goed zitten mollen, maar vond u het ook plezant om uw collega's mee te nemen?
Het was zeer leuk om te doen. Dat is een hele fijne samenwerking met de leerlingen. Maar ik vond het wel bijzonder moeilijk om mijn collega's om de tuin te leiden. Vooral omdat dat allemaal zo'n sympathieke mensen zijn en ook heel intelligente mensen. Dus ik voelde me niet altijd op mijn gemak. Ik zal het zo zeggen, maar ik vond het wel een hele fijne beleving. Absoluut. En wanneer hebt u ook zitten mollen? Welke proefjes hebt u zitten? Bij de eerste proef vooral, toen dat werd weergegeven welke tekening een leerkracht typeerde, heb ik toch een aantal keren geprobeerd mijn collega's in de muren te leggen, door argumenten aan te brengen. En dat lukte bij sommigen, maar bij anderen dan weer niet. Dus dat was even spannend. Dat is goed. Dankjewel voor uw medewerking. Hè. Ja. En de volle €800 gaat naar u. Ah, fantastisch. Collega's, sorry. Hè. Ik hoop dat jullie mij nog heel graag zien. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Hou van jullie. Hè. Bye. Ja, tussen hier, zo, de neusbrug en tussen de oren, ogen, sorry, ja, daar. Ja, hier, ter hoogte van mijn slaap, denk ik. Ja, dus mevrouw Couchère, mevrouw de Klerk, mevrouw Worrelbeke, mevrouw Van Lier en mevrouw Sarens. Meneer Soetewij. Meneer Buys, meneer Van Wegen, meneer Lenaerts. Dat is het, denk ik. Mevrouw Van Tichelen. Vijfendertig. Dat is lang geleden. Dat is heel lang geleden. Ik weet het zelfs niet meer eigenlijk. Een paar maanden geleden zeker? Ja. Dat is lang geleden. Ik zal het een maand geleden zeggen. Sandalen. Crocs. De neus. Nee, 900. Meneer Sergijsels en meneer Damen. Ik denk dat er op school heel veel verschillende soorten leerkrachten zijn. En ik denk dat elke leerling wel een andere leerkracht nodig heeft. Meneer Frans, meneer Frans, meneer Frans. Ja, ik vind 16 vind ik wel een goede leeftijd eigenlijk. Op school. Ja, ik denk wel een Klaes zo, ja. Klaes is wel goed, denk ik. Ja. Dat is mevrouw Hendricks, meneer De Koman en mevrouw. Mevrouw Struijf. Drugs. Ja. €900.000. Zestien.
meneer Soetewij. €21.000. Even denken, hè. Ik denk eigenlijk vorige week zondag. Mevrouw Doklo, mevrouw de Klerk, mevrouw Horelbeke, dat is zeker. Dat is mevrouw Saars, nu vooral. Mevrouw Hendricks. Nox Eadems om in te zien. Welke functie heeft dat? Ja, Claire? Onderwijs. Goed. Hoeveel leidende voorwerpen staan er in dit stukje? Ja. Nick? Twee. Goed, jongen. En wat kunnen we eruit afleiden dat dat snel moest gebeuren, Flo? Dat mag niet goed. Ja, dat moet. Dan, proviso ante funebri parato. We krijgen dan uitleg bij die funebri parato. Welke constructie komt nu?
And it goes a little something like Vamos a la playa, a mí me gusta bailar al ritmo de la noche, sounds of the sky. Now we go,
Volgens mij is deze draad van mijn onkels. Hoppa! Oké, schade, nu is het niet goed. Ja, maar deze... Gewoon je naam zeggen. Moet Karen? Karen? Kan ik niet meer volgen? We gaan terug op vier. We hebben hier een paar valspelers. Daarom zijn jullie daar met vier rond. Geef dat maar hier. Nee, dat is echt kei belangrijk. De zoon zegt dat hem spontaan hoofdpijn krijgt. Ja, dankjewel. Jullie zien er allemaal een beetje bovig. Voor dat hier. Het einde van de aflevering is erop. De mol is ontmaskerd. Mol, treed naar voren. Allee.